Van harte welkom, de heer Jasper de Boer. Ik zei het al, die zal in het rondetafelgesprek het woord voeren, of in ieder geval de aftrap geven. Nog even ter toelichting. In een rondetafelgesprek kunnen inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen of bedrijven met raads- en commissieleden in gesprek gaan over een niet geagendeerd onderwerp. En de heer Jasper de Boer zal namens de familie Entius, die eigenaren zijn van het winkelcentrum Klaverweide, een toelichting geven op de feiten en een mogelijke oplossingsrichting voor het winkelcentrum bij Zwaagdijk Oost. En ook kunnen na de inleiding argumenten over en weer worden uitgewisseld, want het is tenslotte een rondetafelgesprek, zodat we met elkaar in gesprek kunnen gaan. Meneer de Boer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. En ook dank voor dit rondetafelgesprek. Ik merk dat het nogal wat emoties oproept, zowel in de gemeenteraad als in de media. En dan is het wel af en toe heel frustrerend. Ik zat hier ook 15 november, jongsleden, toen dit werd besproken. En bij een heleboel dingen dacht ik, dat klopt helemaal niet, maar het wordt wel gezegd. En daarom ook dit initiatief van onze zijde om dit actuele onderwerp te bespreken. Er is eigenlijk in al die jaren nog geen oplossing gekomen. En de oorzaak daarvan is dat eigenlijk omdat constructief overleg niet mogelijk is. En het constructieve overleg, dat is dan in de eerste plaats misschien wel van belang om met de gemeenteraad zelf te hebben. Dus u kunt ook vragen stellen uiteraard. Dat constructieve overleg, de oorzaak daarvan dat dat niet mogelijk is, is eigenlijk vanwege de negativiteit. Er is natuurlijk 6 jaar geleden dat winkelcentrum opgericht en dat mocht gewoon, dat stond in het bestemmingsplan, maar er heeft altijd een zweem van negativiteit rondgehangen en die negativiteit die is tot op de dag van vandaag niet opgehouden, zowel in gedeeltes van de gemeenteraad als in de media. En dat zet eigenlijk elk gesprek wat we erover hebben onder druk. Daarom ben ik blij dat we hier nu rechtstreeks kunnen praten. Om te beginnen een korte inleiding wat vooraf ging. Het was bij de gemeente Wervershoofd. Dat winkelcentrum, de realisatie is niet van een leien dakje gegaan. De gemeenteraad heeft via het bestemmingsplan het winkelcentrum toegestaan. Maar toch was de gemeenteraad er niet blij mee, de gemeenteraad van Wervershoofd. En wat is nu de huidige situatie? Inmiddels vervult het winkelcentrum eigenlijk een hele belangrijke rol in de regio. Het staat goed bekend in de gemeente, maar ook daarbuiten. Sterker nog, het winkelhart Zwaagdijk is door de provincie, door de monitor detailhandel uitgeroepen in 2018 tot het meest toekomstbestendige winkelcentrum van Noord-Holland. Dus in die zin zet het de gemeente ook wel op de kaart. Het centrum vervult niet alleen een belangrijke rol voor de regio om inkopen te doen, maar eigenlijk ook voor de winkeliers en de 500 medewerkers uit de directe omgeving die daar werken. De infrastructuur waar we het vaak over hebben, die biedt inderdaad ruimte voor verbetering, maar die is ook niet, en dat is een beetje over die negativiteit, apert onveilig, zoals wel eens gesteld wordt. Want als ik nu bijvoorbeeld kijk naar Deen in Medemblik op de Randweg, daar moeten de vrachtwagens ook over een voetpad en een fietspad. Daar zijn regelmatig vrachtwagens achteruit aan het indraaien dat iedereen op de weg stilstaat. En daar is de parkeerplaats 9 van de 10 keer voller dan in Zwaagdijk. En die onveiligheid waar vaak over wordt gesproken, ja, die wordt met name veroorzaakt op de Noorderboekert. Dat is een aardedonkere weg zonder fietspad. En dit alles neemt niet weg dat de situatie verbeterd kan worden. Maar de aperte onveiligheid waarvan gesproken wordt, dat is in heel veel gevallen niet aan de orde. De familie Entius is eigenaar van onroerende zaken, verhuurt de winkels. Monique Ravenstein is ook vandaag aanwezig. Dat is de voorzitter van de winkeliersvereniging. Die heeft natuurlijk ook belang bij een goede permanente oplossing. Enkele jaren geleden al hebben we een plan gepresenteerd. Dat staat hierachter, maar dat staat ook op de inspreeknotitie die ik gemaakt heb. En dat plan, ja, dat is eigenlijk vrij simpel en duidelijk. Dit plan, daar zouden de winkeliers, het winkelcentrum zelf, de dorpsraad en de bezoekers heel tevreden mee zijn. En dat plan is mogelijk. Waarom? Omdat de familie Entius daarnaast liggen grond heeft gekocht. En als daar een bestemmingswijziging moet plaatsvinden, dan kost dat ruim 2 ton aan nabetalingsverplichting. Dus het winkelcentrum zal ook fors moeten investeren voor deze oplossing. Nou,
Als uitgangspunt geldt dan, wat volgens mij iedereen betreft, maar zeker ook voor de winkeliers en de exploitanten, is dat er een toekomstbestendig definitieve invulling moet komen waarbij alle aspecten worden meegenomen. En dan heeft bijvoorbeeld geen enkele zin om een fietspad langs de Noorderboeker te maken als dat fietspad niet ook wordt doorgetrokken naar Westwoud. Want dan worden de mensen aan de overkant van de nieuwe snelweg aangereden. De winkeliers, er zit ook een verklaring van de winkeliers achter mijn inspreeknotitie. Die geven ook aan dat zij snakken naar een goede oplossing, toekomstbestendig, goede rijrichting, voldoende parkeerplaatsen. En die hebben ook het gevoel dat hun belang in deze hele discussie en van die 500 medewerkers onvoldoende zijn meegenomen. In mijn beleving, en wat ik ook gemerkt heb, staat de familie Entjes al eigenlijk jaren open voor een overleg. Maar dan kom ik al heel snel op het probleem. Wat is nou eigenlijk het probleem in deze hele situatie? Het probleem, ja, het woord sfeer, dat doet het een beetje tekort eraan. Maar die sfeer die maakt wel dat een oplossing heel moeilijk te bereiken is. Die sfeer is negatief en waarom is niet echt duidelijk. Ik heb hier, ik zei het al, bij die vergadering gezeten 15 november. Dan hoor ik allerlei zaken. Dan hoor ik onder andere dat de familie Entjes voor alles moet betalen. De familie Entjes moet juridisch worden aangepakt. En de familie Entjes zou telkens nieuwe eisen stellen. Ik hoorde ook dat verhaal over die woningbouw. Wat daar het verhaal achter is, er moet van alles aan alle kanten geïnvesteerd worden. De gemeente zal moeten investeren, de familie Entjes zal moeten investeren. Kost allemaal een hoop geld. Tegelijkertijd is er behoefte aan huisvesting voor arbeidsmigranten. Je zou heel goed kunnen zeggen, nou, laten we iets in dat kader realiseren. Dat zou misschien een oplossing dichterbij brengen als er zoveel geïnvesteerd moet worden. Het hoeft niet. Het was maar een suggestie als we er niet uit zouden komen. Dus dat was een suggestie. En vervolgens wordt er dan gezegd, ja, dat is een nieuwe eis. Er is geen enkele eis gesteld. Nou, in die sfeer, voor een constructieve oplossing, moet dat natuurlijk wel worden doorbroken. Ook de berichtgeving in het Noord-Hollands Dagblad is wat mij betreft continu negatief. In elk artikel wordt standaard gezegd de fout van de gemeente Wervershoofd. En dat is de sfeer die elke keer weer wordt aangehaald. Ik heb er ook over gebeld met Connie Vettergaal. Ik zeg, waarom staat dat er nou elke keer? Ja, omdat ik er niet mee eens ben dat het er staat. Ja, ik zeg, maar we hebben het over een fout, daar kan je van alles van vinden. Maar als je dat elke keer blijft herhalen, ik zeg, wat mij betreft moet ook de journalistiek dat niet doen. Maar goed, dat hebben we uitgesproken. Maar het is mede de oorzaak waarom die sfeer hier, althans op de plek waar het besproken moet worden, eigenlijk altijd negatief is geweest. En dat heeft ook dan weer een keerzijde. Op het moment dat je tegen iemand zegt dat hij ergens geen winkel mag hebben en dat hij altijd maar het onderste uit de kan wil, ook als dat helemaal niet waar is, want er mag gewoon een winkel zijn. Ja, dat is op zich geen probleem. Maar als je 6 jaar lang, 10 keer per jaar van iedereen hoort dat het allemaal niet mag, ja, dan gaat natuurlijk ten koste van de welwillendheid. Want daarna zitten we weer met de wethouder aan tafel. En die zegt, ja, krijg je niet door de gemeenteraad. Ja, nee, jij moet dit, jij moet investeren, jij moet zus. En dat werkt dus van twee kanten niet positief. En dat is ook de reden, natuurlijk, dat je zegt, als er een plan komt, dan moet het een plan zijn wat meteen een oplossing is. We hebben het over de verkeersveiligheid. We hebben het over de parkeerplaatsen. We hebben het over de Noorderboekert. En alle uitritten. Maar goed, dan komen we al snel naar wat volgens ons de oplossing is. In de eerste plaats moet het een totaaloplossing zijn. En een normale verdeling van de kosten zou wat mij betreft zijn, is dat de gemeente zorg draagt voor de aanpassingen aan de openbare weg. En dat de familie Entjes zorg draagt voor de aanpassingen op eigen terrein. En in het begin was er zelfs ook sprake van dat de familie Entjes grond zou willen afstaan voor een fietspad langs de Noorderboekert. En er zijn natuurlijk kosten van watercompensatie, van herinrichting, van al dat soort zaken. Maar als we nou heel sec naar de oplossing kijken, wat zou dan de oplossing zijn? Ja, dat is wat mij betreft vrij simpel. De winkeliers, en je ziet het ook wel, het is ook wel noodzakelijk, zeker ook met die nieuwe weg en wat er allemaal op aankomt rijden op het winkelcentrum nu. De makkelijke bereikbaarheid. Dat is een forse uitbreiding van de parkeerplaatsen. Dat is bijvoorbeeld realisatie van een openbaar park. Dus dan hebben we het over de grond die ernaast ligt, hè, tussen de Noorderboekert en het winkelcentrum zelf. Daar kan iets gerealiseerd worden. Dat moet ook helemaal ingericht worden. Hoe, maakt niet uit. Er moet natuurlijk een fietspad komen langs de Noorderboekert tot aan Westwoud. We hebben in het plan ook staan parkeerplaatsen voor de overburen, hè, aan de Noorderboekert, zodat die hun auto makkelijker kwijt kunnen. En
natuurlijk de uitrit naar de Noorderboekert. Ik haalde het net al even aan. Woningbouw, senioren, arbeidsmigranten, eventueel. Het is een optie, het hoeft niet. Dat is afhankelijk van of er kosten zijn. Aan de andere kant heb je ook een opgave ten aanzien van arbeidsmigranten. Waarom niet? Het doel is uiteindelijk dat het veiliger wordt en dat veel verkeer en bevoorrading niet meer over de Zwartdijk hoeft. Nou, als we het hebben over de obstakels die er nog zijn, want deze oplossing klinkt vrij simpel. Ja, dat is elke keer als we er zitten, dat er voor zover bekend nog steeds niets geregeld is met het Hoogheemraadschap om die aansluiting daadwerkelijk te maken op de Noorderboekert. Overleg met de gemeente aan de overzijde om dat fietspad daadwerkelijk door te trekken. Dan hebben we het natuurlijk ook over die afspraak met de andere gemeentes dat wat er ook gebeurt, dat er in Zwaagdijk niet mag worden uitgebreid. Terwijl als je natuurlijk het aantal parkeerplaatsen uitbreidt, hoeft dat helemaal niet te betekenen dat er meer winkels komen. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar daardoor zit het behoorlijk vast. En als je dan tegelijkertijd die tendens hebt van de familie Entjes moet alles maar betalen, ja, dat gaat natuurlijk niet werken. Dus de aanpak, wat mij betreft, is als die laatste genoemde obstakels kunnen worden overwonnen, zal het wat mij betreft vrij eenvoudig zijn om dit hele plan in één keer op te lossen. En een voorwaarde is dus wel, en daar is wat mij betreft de afgelopen 6 jaar geen sprake van geweest, dat er een gesprek moet zijn tussen gelijkwaardige partners om te kijken waar we elkaar voor kunnen vinden en we kijken waar we elkaar het oplossing kunnen bieden. En dat is een voorwaarde. En ik zit nu bij de gemeenteraad, het hoogste orgaan wat hierover gaat. En mijn concrete vraag aan u als raad, dat is om alle kanten van het verhaal te bezien. En ik ben eventueel ook benaderbaar voor vragen. Om duidelijkheid te scheppen, om uit te kunnen gaan van de feiten. En eigenlijk het college te steunen in een reële aanpak. In plaats van aan te sturen op harde maatregelen, het aanpakken van de ondernemer. Want dat werkt dus averechts. En dat zet die besprekingen ook elke keer onnodig op scherp. Ik heb er inmiddels met meneer Tiggers heb wel besprekingen gehad. Uiteraard met de huidige wethouder hebben we besprekingen gehad. En die besprekingen staan elke keer op scherp. Is het niet door de andere gemeentes, is het wel door de politiek. Dus eigenlijk verzoek ik eigenlijk de gemeenteraad om misschien nog wel aan te dringen bij het college op een reële aanpak en een oplossing mee te komen voor die obstakels die er zijn. En aangezien ik al die jaren heel veel zaken heb gehoord van de gemeenteraad en ook al veel zaken gehoord heb over de familie Entjes, is er uiteraard nu ook ruimte voor alle vragen. Het plan staat hier, het is al eerder gepresenteerd, dat kent u waarschijnlijk. Dus als er vragen zijn, horen we die graag. Goed, nou, er is in ieder geval misschien wel alle ruimte, maar niet alle tijd. We hebben nog een minuut of 15 om daar. Wie mag ik de aftrap geven om meneer Steltepol, VVD? Dank u wel, voorzitter. Ik wil de heer De Boer vragen, realisatie van een openbaar park op het naastgelegen terrein. Wat bedoelt hij daar precies mee, openbaar park? Een openbaar park zou zijn dat daar een mooi parkje wordt aangelegd waar kinderen kunnen spelen als ouders naar het winkelcentrum zijn. In ieder geval wat bereikbaar is vanaf de Zwaagdijk. En het gaat meer om gewoon een invulling van het naastgelegen terrein. En het kan van alles zijn. En we zaten concreet te denken aan een openbaar park met een speeltuin of iets dergelijks. Meneer Glinghuis, gemeentebelang. Toen dit plan gepresenteerd is bij de dorpsraad, zat ik ook zelf in de dorpsraad, dus ik heb het ook toenmalig gezien. Toen werd er ook gezegd om het fietspad niet op de manier te laten lopen zoals hier op de tekening staat, maar om parallel te laten lopen aan de Noorderboekert. Ja. Zijn dat soort aanpassingen gewoon nog steeds mogelijk in dit plan? Ja, 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 dat lijkt me ook logisch, want dus de fietsers die de andere kant op moeten. Ja. Andere vraag, er is ook altijd heel veel vraag geweest voor invalide parkeerplaatsen. Is dat ook mogelijk meer? Want er zijn er nu maar 2 alleen bij de Jumbo. Maar er is veel meer vraag naar. Dat is ook mogelijk. Dat hebben de winkeliers ook concreet gezegd. Ja, dat als er meer ruimte komt, is daar ook ruimte voor. Ja. Oké. En wat zijn volgens jullie de nadelen? Want het wordt door de bewonerscomité en door andere partijen werd ook wel benoemd. De verkeerslichten, wat zijn daar de voor- en nadelen volgens jullie van? Zoals jullie ze kunnen inschatten? Ja, ik zag in de krant voor het eerst het verhaal over stoplicht. Ik weet er eigenlijk persoonlijk niks van. Want als er volgens mij een aanrit-uitrit vanaf de Noorderboekert komt, dan neemt dat de druk op de Zwaagdijk af. En ik zie persoonlijk, maar ik ben geen verkeersdeskundige, het voordeel van een verkeerslicht. Dat is mij niet te weten. Nee. Klopt, meneer Mos, D66. Ja, u heeft gezegd dat u aan deze tafel
regelmatig hoort dat het winkelcentrum eigenlijk niet mag zitten. Dat klinkt een beetje alsof hij van mening zou zijn dat het illegaal is. Nou, ik zit hier 5 jaar, dat heb ik nog nooit gehoord. Wat ik wel gehoord heb, is dat in de tijd het niet de bedoeling van de gemeente Wervershoofd was om dit toe te staan, maar dat er ergens een fout is gemaakt. Dat is wat wij steeds horen. Maar ik denk dat er niemand in de gemeenteraad zit die op dit moment vindt dat het winkelcentrum daar niet legaal zit. Dus dat is onzin. Ik zou het zelf ook nooit zeggen. Ik heb het ook nog nooit gehoord. Dus meent u dat nou, dat u dat zegt, dat u dat altijd hoort hier? Ja, de sfeer, in de eerste plaats, het staat altijd in de krant. En zelfs de... Ja, maar dat is wat anders. Ja, nee, dat klopt. Maar de sfeer die er is, en dat was ook 15 november, was vooral, hij moet aangepakt worden, want hij zit daar te cashen en kan hij niet juridisch aangepakt worden? Is de vraag letterlijk gesteld, kunnen we hem niet meteen juridisch aanpakken? Nou, dat is toch helemaal geen sfeer om samen in gesprek te gaan als gelijkwaardige partners. Maar dat ging toch, neem ik aan, niet over het feit of het winkelcentrum daar überhaupt zit? Want nou, dat is volledig legaal, dat weten wij ook. Maar die negativiteit van toen, en het gaat ten koste van Wervershoofd, het gaat ten koste van Wognum, die negativiteit, die zie je, dat die is continu doorgezet. En dan wordt het voorbeeld aangehaald van dat Scholtens hier betaald heeft voor de rotonde en dat dat hier ook maar moet komen. En in die negativiteit, maar als u zegt van er is helemaal geen negativiteit geweest, ik hoor het uitsluitend. En ook als ik met de wethouder praat, ja, dat krijg ik niet door de raad. U bent heel creatief in het gesprek. Ik heb niet gezegd dat er geen negativiteit is geweest, want die heb ik ook wel geproefd. Mm-hmm. Maar de indruk dat wij menen, want dat zou ik heel slecht vinden als wij hier zouden roepen, dat winkelcentrum mag daar eigenlijk niet zitten. Dat is natuurlijk niet de situatie. Het zit daar gewoon legaal zoals het op dit moment is. En daar moeten we met z'n allen maar duidelijk over zijn. Dus dat moet u dan, denk ik, ja, in uw betoog ook niet zo benadrukken. Die negativiteit wilde ik juist omdraaien nu. Ja. Mevrouw Mosander, GroenLinks. Ja, dank u wel, voorzitter. Een helder betoog, heel duidelijk. En wat u stelt over die negativiteit, dat herken ik wel een beetje. Dan ga ik even naar de tekening. Want die tekening ziet er gewoon heel erg mooi uit. En dan kijk ik ook naar dat parkje. En natuurlijk zijn wij daar als GroenLinks heel enthousiast over. Maar u zegt, het kan van alles zijn. Waarom zegt u dat erbij? Of is het echt de bedoeling dat daar een park komt waar mensen ook kunnen recreëren en de kinderen kunnen spelen? Ik zeg erbij, het kan van alles zijn om de ruimte te geven aan hoe de gemeente dat ziet. Maar ons plan was daarom om een parkje te maken. Dus dat is daadwerkelijk de bedoeling, ja. Ja. Meneer de Jong, Partij van de Arbeid. Dank u wel, de heer Boer. Bedankt voor uw toelichting. U verwijt dit gremium negativiteit. Ik kan me niet aan de mening onttrekken dat uw presentatie op dezelfde leest geschoeid is vanavond. Dat vind ik jammer. Er zit ook een hele negatieve tendens in uw verhaal. Er komt nu een nieuw plan. Mijn vraag is heel simpel. Met al die wethouders die er zijn geweest, en ik neem aan dat u ook gesprek hebt gehad in de periode met de heer Gutter. Dus niet alleen met de heer Tiggers alleen. Waarom is het in al die jaren niet gelukt, want dat is nog steeds het probleem wat nu ook weer opspeelt, nu er een nieuw plan bij komt. Waarom is het in al die jaren nooit gelukt om de verkeersontsluiting te regelen? Want dat is eigenlijk de bottleneck in al die jaren geweest. Dus dat is heel simpel de vraag. En ik vind het te makkelijk om iedere keer de vinger richting gemeente te wijzen. Want wij zijn wel op de hoogte gehouden wat er allemaal gebeurde. Maar ik denk waar twee partijen belangen hebben, zullen twee partijen elkaar ook moeten kunnen en willen vinden. Nou, het is ook te makkelijk om elke keer met de vinger naar de familie Ensjes te wijzen. Wat mij betreft is mijn betoog. Ik zeg, wat is nou echt, waarom lukt het nou niet al die jaren? Dan zal je toch de vinger op de zere plek moeten leggen. En waarom het niet gelukt is, dat benoem ik in mijn verhaal. Dat is de negativiteit. En vervolgens zeg ik, maar wat is nou de oplossing? En wat mij betreft is de oplossing heel simpel. En als je nou, al die dingen die hier staan, die zijn niet gelukt, omdat er dan elke keer ging het één kant op. En er werd er gezegd, die uitrit, ja, meneer Ensjes, die moet u betalen. Dan zeg je, ja, hallo, we hebben die grond al gekocht, komt een enorme nabetalingsverplichting, ook die uitrit nog. We hebben ook parkeerplaatsen nodig. Ja, dat kan niet. Dat hebben we afgesproken met Horen, dat gaat niet door. Dus dan was het elke keer van één kant. En het moet ook nog door de gemeenteraad. En de gemeenteraad, ja, het ligt politiek allemaal erg gevoelig. Dus ik heb het wel over negativiteit, omdat dat volgens mij, benoem het, dat is wat aan de orde is geweest. En ik ben hier nu om dat om te draaien. En wat mij betreft is de oplossing heel simpel. Maar daarom is die ontsluiting er tot op heden nog niet. Oké, u bent hier met de bedoeling gekomen om te draaien. Maar dan vind ik eigenlijk de insteek van uw presentatie nou niet
Iets waardoor ik zeg van nou, ik ga ogenblikkelijk nu opstaan om te zeggen van nou, we geven elkaar een hand, we gaan kijken naar de oplossing. Want ik vind de negatieve benadering van uw kant, vind ik, nou, ik vind hem niet fijn. Laat ik zo maar zeggen, laat ik hem naar de politiek fijn zeggen. Ik denk dat het goed is om dingen te benoemen. En als u dat niet ervaren hebt, ik heb dat afgelopen jaren wel ervaren. Ik heb ook de gesprekken. En wat mij betreft zijn de wethouders altijd positief geweest naar een oplossing. Alleen met handen en voeten gebonden, zowel door de afspraken met de gemeente, zowel als door de politieke sfeer. Dit snap ik niet, want u zegt nu dat de wethouders altijd positief zijn geweest. En samen naar een oplossing te gaan, ja. En eerder, dus eigenlijk ligt dus de gemeenteraad, daar legt hij dus nu eigenlijk de vinger op. Van de gemeenteraad heeft besloten dat het niet doorgaan. De wethouders waren positief, zegt u. Er ligt ook een afspraak met de gemeente Horen, en die wordt uitgelegd als geen enkele parkeerplaats erbij. Ja. Hoe moeten we nu in godsnaam de winkeliers en een toekomstbestendig winkeltje? En daar gaat het om, als je er allemaal positief in gaat staan en je kijkt wat de oplossingen zijn, dan wordt het niet zo'n eenzijdig verhaal. Ik heb ook gezegd, dat moet als gelijkwaardige partners. En daar is echt de afgelopen jaren geen sprake van geweest. En ik benoem dat om het juist om te draaien. Ja, natuurlijk mag je wat zeggen. Ga de gang. Ja, je mag op het zwarte knopje doen. Nou ja, ik hoor dit aan. Ik ben Monique Ravenstein, ik ben voorzitter van de winkeliersvereniging. En ik hoor dit verhaal inderdaad al 6 jaar. En ik denk dat we echt een oplossing moeten gaan vinden. Wij zitten daar ondernemer te spelen. Hè. We voorzien in werkgelegenheid van zo'n 500 mensen. En het is gevaarlijk, ja. Op het moment dat er een calamiteit is, hebben wij 1 uitgangsweg. Dat kan toch niet waar zijn? We hebben gewoon tekort parkeerplaatsen, vooral nou die West-Friesiaweg klaar is. Ik heb een verantwoording als ondernemer, ik heb verantwoording als voorzitter van de winkeliersvereniging, dat ik daar een oplossing in mee ga denken. En ik nodig jullie uit alsjeblieft om daarin mee te denken, want anders dan zitten we hier over 10 jaar nog en ik denk dat dat niet de bedoeling mag zijn van een ieder. Mevrouw Visser, ChristenUnie. Mevrouw Ravenstein, daar wil ik wel op ingaan, maar ook op uw betoog. Als ik het verhaal hoor, en voor de zoveelste keer we kunnen over sfeer kijken, ja. Ik denk dat de sfeer nu al niet helemaal goed is. Dat gaat ons voor de zoveelste keer niet helpen. Denkt u niet ook, en ook aan mevrouw Ravenstein, alles wordt aan elkaar gelinkt. Er moet een park komen, er kan een park komen, er moet parkeerplaatsen. Maar waar ging het nou bottom line op? En dat is ook wat... dan ben ik de naam kwijt. Komt dat je een baard hebt, moet je ook niet doen. Zie je, herken ik je niet meer. Meneer de Jong zegt, het ging oorspronkelijk gewoon om de uitgang en de ingang. Toen is er dat bijgekomen, toen is de sfeer daar gegaan, toen dat werd niet betaald. Waarom heeft meneer Engels nou gewoon niet simpelweg gewoon die in- en die uitrit goed gedaan? En dan komen we daarna nog wel een keertje met de parkeerplaatsen. En dan gaan we misschien nog een mooi openbaar parkje. Nou, ik hoor hier al de euro's rinkelen. Maar openbaar zou nog wel eens wat gemeente kunnen zijn of wat dan ook. Doordat alles aan elkaar geknoopt wordt en steeds groter wordt, wordt de eerste stap niet gemaakt. En dat verpest de sfeer aan beide kanten. Oorspronkelijk, jaren terug, ging het om de in- en de uitgang van het winkelcentrum toen het allemaal nog niet zo groot was. Daar is het mee begonnen. U moet terug naar het verhaal van hoe het begon en dan op gaan bouwen. En dan zal u zien dat er een andere sfeer ontstaat. En niet alles aan elkaar knopen. En ook mevrouw Ravenstein. Doe je nou mijn knopje uit, of niet? Nee, dat denk ik dat zo? Huh? Ik zou niet durven. Meneer Zeilenmaker. Ja, dank u wel, voorzitter. Een paar dingen, voorzitter. Ik denk, die negatieve sfeer rondom dit winkelcentrum, die herken ik wel. En ik denk dat dat toch voor een groot deel ontstaan is door, dat er in Wervershoven destijds een foutje gemaakt is. Laat ik het zo maar zeggen. En dat degene die de dupe zijn van dit winkelcentrum, dat zijn de winkeliers in Wervershoven. Ik denk dat dat wel duidelijk is. Dus ik denk dat daar die negativiteit vandaan komt. Vervolgens de eerste negativiteit die ik daar verder in meemaakte, dat ging eigenlijk om de ontsluiting. Daar komt ook het verhaal van de stoplicht vandaan. Er werd ons medegedeeld dat wij vonden, en dat vind ik nog steeds, de heer Engels verantwoordelijk is voor een veilige in- en uitrit vanaf de Zwaagdijk, heb ik het dan. Ik heb het verder nu niet over de Noorderboekert, et cetera. Maar de heer Engels was niet bereid om dat te betalen
allemaal zelf te betalen, laat ik het zomaar zeggen. Daar is de eerste negativiteit ontstaan en daar heeft de Raad ook steeds van gezegd. De Rensjes, laat die dat zelf maar betalen. Het is, hij heeft dat probleem gecreëerd, dus hij moet daar ook dan maar voor betalen. En daar sta ik voor een heel groot deel nog steeds achter. Dat heeft niks te maken met verdere ontwikkelingen en dergelijke. Dus vandaar het verhaal van stoplicht. Zet dan een gewone stoplicht neer. Ik bedoel, dat kan je als gemeente zo regelen. Kost weinig. En dan kunnen er alleen maar in- en uitgereden worden als er verder geen verkeer is in de Zwaardijk. Hoe simpel kan het zijn? Dan vervolgens, in uw betoog hier worden een aantal dingen genoemd wat dan een oplossing zou zijn. Maar er staat niet bij dat er nu dus ook weer een nieuwe aanvraag voor nog weer een winkel erbij ligt bij de gemeente. Namelijk in die boerderij. Dat zou betekenen weer meer concurrentie voor, nou ja, laten we in ieder geval maar voor, richting Wervershoven dat als voorbeeld aanhalen. Dus dat geeft, daar zijn ook weer mensen die daar dan weer wat van zeggen. Zie je wel van, alleen maar steeds een stap verder, steeds verder. Eens even kijken, hoe blijft er nog over? Ja, ik denk dat het wel een beetje de omschrijving is van de negativiteit. Maar wat ons betreft is er natuurlijk best over een aantal zaken te praten. Als dat gewoon zou sprake van zou zijn van het huidige winkelcentrum. Ik bedoel, dat is gewoon helemaal legaal. Daar is helemaal verder niks over te zeggen. Prima. En dat je dan kunt praten over een goede uitrit aan de Noorderboekert. Dat je kan praten over parkeerplaatsen. Daar is wat ons betreft altijd over te praten. Maar we kijken dan zeker ook naar de financiële kant. Dank u. Meneer Meester, heel kort graag, want mevrouw van der Geest wil ook nog even het woord voeren. Dan, en het prima. Is bijna 19:30. Heel kort. Nee, ik ben het eigenlijk wel eens met meneer Zeilenmaker. Want wat ons betreft valt er ook te praten over het oplossen van onveilige verkeerssituaties. Ook over extra parkeerplaatsen. En meneer De Boer weet als geen ander dat als iets een bestemming heeft, dat je dan ook binnen die vigerende bestemming mag handelen. Dus ja, dat staat niemand in de weg. Ook een college niet, ook een gemeenteraad niet. Tenzij die bestemming weer gewijzigd wordt. Maar dat is een andere, dat is ook een bevoegdheid die wij hebben. Maar dat zal niet eerlijk zijn, want we hebben het ooit wel eens gehad over spelregels. Die verander je niet tijdens de wedstrijd. Maar het gaat wel, wat ons betreft, ligt hem de crux. En dat is ook een beetje wat meneer Zeilenmaker ook aanhaalde. Is dat als er parkeerplaatsen uitgebreid worden of die worden op een andere plek neergezet. En wat ons betreft is dat ook bespreekbaar. Dan is de kans dat de ondernemer meer winkels gaat exploiteren of laten exploiteren. En u heeft ook gezegd in uw betoog, het hoeft niet te betekenen dat er meer winkels komen of meer winkelruimte beschikbaar komt. Nee, maar dat impliceert wel dat het mogelijk is. Wat ons betreft komt er geen vierkante meter winkeloppervlak bij, detailhandel, om het zo maar te zeggen. Maar komt er wel een adequate oplossing voor de verkeerssituatie. Mag van mij over de Noorderboekert, via de Noorderboekert, parkeerplaatsen erbij. Ik vind het een beetje een rare afspraak met horen, ik snap hem niet. Maar goed, wat ons betreft is dat allemaal bespreekbaar, conform wat meneer Zeilenmaker ook aangeeft. Maar meer winkelruimte, meer winkels, is voor ons, nou, vrijwel niet bespreekbaar. Duidelijk. Mevrouw van der Geest, als slotspreekster vanuit de ronde tafel. Ja, ik ben een van degenen die toen in de Raad van Wervershoven zat. En ik weet dat het met drie winkels begon. Ik vraag me af waarom er niet gelijk gekeken is naar de infrastructuur, waardoor het probleem van parkeerplaatsen, van in- en uitritten niet is meegenomen. En ik moet ook zeggen, ik heb toen het democratisch principe gehandeld dat die bestemming erop zat. En dat ik dan niet om andere redenen zou zeggen dat het niet zou kunnen. En iedereen was toen heel erg blij op die avond. Dat wil ik nog wel even zeggen. En, maar mijn vraag is, waarom is er toen niet gelijk aan de infrastructuur gedacht en gewoon die winkels, maar winkels en loopruimte, parkeerruimte, waarom is dat niet meegenomen evenals de op- en afrit? Want naast de Boeker, de veiligheid, heb je natuurlijk daar ook nog een fietspad langs de Zwaagdijk, dat ook best wel griezelig is. Ja. Meneer De Boer, reactie. Nou, als laatste beginnen, die infrastructuur, dat perceel daarnaast, is pas van latere datum aangekocht. Dus dat was de gewone situatie in de bestemming. En er kan een rondje omheen gereden worden. En dat was toen goed. Het wordt goed bezocht en nu is er een oplossing gekomen doordat het perceel ernaast is
aangekocht. Wat nog eventjes vind ik heel belangrijk is en wat dan ook nu elke keer weer wordt gezegd van waarom wordt niet gewoon een uitrit betaald? Dat komt omdat je daar... Nee, ik kijk ook nu naar de ChristenUnie. Dat komt omdat die sfeer wel is. Nou, meneer Entjes, familie Entjes, betaalt u maar even 5 ton voor een uitrit en u krijgt geen enkele parkeerplaats erbij. Dat is de sfeer geweest vanaf het begin. Dat is erg eenzijdig. Ja, dat kan. Ja, en er is geen enkele aanleiding voor. Maar deze ondernemer is ook eenzijdig daar, heeft hij de toestemming gekregen om daar te beginnen. En toen was al vanaf het begin die uit- en die inrit was een discussiepunt. Maar omdat alles van, ja, maar als jullie dit niet doen, dan ga ik dat niet doen. En het wordt steeds groter, dat was mijn betoog. Daarom schieten we met elkaar niet op. Het risico van een ondernemer die daar ging zitten, terwijl hij wist hoe de infrastructuur was, dat is het punt waarmee we begonnen zijn. En dat blijft steeds hangen en dat wordt steeds groter. En dan kunt u zeggen van, waar blijven dan de parkeerplaatsen? Daar wil ik het even dan niet over hebben. En ik wil het niet over een parkje hebben. Kijk, ook Jumbo gaat zitten op een plek waarvan de woonwerk, dat verkeer wel degelijk van tevoren bekend was hoe complex dat lag. En los dat dan op? Vraag ik aan de ondernemers, vraag ik aan de voorzitter van de ondernemers die er zitten, los dat op. Dat is de enige simpele vraag. Ik ben echt van mening dat dit ook vrij eenzijdig is. Het gaat maar één kant op. Alles moet gebeuren, want we hebben het al gehad over... Uiteindelijk is er meerdere keren gesproken ook dat de ondernemer dan alle aanpassingen aan de openbare straat ook zou moeten. Er is geen enkele grondslag voor, maar dat komt er allemaal bij en het gaat allemaal maar één kant op. Meneer Meester. Ja, meneer de Boer, waar we het nog niet over hebben gehad, dat is de veiligheid van de burgers en de passanten die daar op de Zwartdijk zitten. En dan is het... Wie heeft de microfoon ervan? Ja. En het is natuurlijk, en dat is het belangrijkste aspect van dit hele verhaal. En daar hebben we het eigenlijk nog geen eens over. Dus eigenlijk moeten we gewoon alleen nog eerst nog maar praten over een veilig kruispunt en niet over parkeerplaatsen. En anders, en als dat niet lukt met meneer Eentjes, dan moet de gemeenteraad de regie maar zelf in de hand gaan nemen om hier alsnog een goed verkeersplan te maken voor de veiligheid van de burgers. Nou, die veiligheid, daar is het allemaal om begonnen. En wat mij betreft, dat sprake is van een apert onveilige situatie. Dat ben, ik vind die situatie bij Deen in Medemblik, dat gaat ook over fietspaden. Daar gaat ook vrachtwagens dwars over de weg. Daar gaat het ook prima. En het gevaar zit er met name om de Noorderboekert. En we kunnen het wel hebben over een uitrit naar de Noorderboekert. Maar als er voor die fietsers niks geregeld wordt tot aan Westwoud, en dan kunt u wel zeggen, ja, salamitactiek, er komt elke keer weer wat bij. Waarom niet een totaalplan? En waarom moet maar één kant alles doen en vervolgens gaan we weer allemaal achterover zitten? Goed, echt de laatste slotopmerking. Ik denk dat onze wethouder zelf zeer welwillend zal wezen in dit soort plannen. Een fietspad en goede veiligheid voor de burgers. Maar niet eerst praten over parkeerplaats en een parkje en wat er allemaal nog niet bij komt. Eerst het verkeersplan goed en dan gaan we verder. En er is onze wethouder zeker toe bereid om daar ver in mee te werken. Helder. Goed, meneer de Boer, u heeft 10 fracties gehoord. Ja. En het is al overtijd zelfs, maar goed, dat ligt aan de voorzitter. Wat is uw slotconclusie na deze inbreng? U heeft een bepaalde bedoeling gehad waarschijnlijk, toch, en alles gehoord hebbende. Nou, de bedoeling was om met z'n allen naar een totaalplaatje te kunnen. En mijn gevoel is al die jaren geweest dat de familie Entjes bereid is om fors te investeren. En het is niet zo dat hij het onderste uit de kan wil of dat de veiligheid niet belangrijk is. Juist, dat is allemaal belangrijk. En we kunnen prima alles in één keer doen. En dan zal waarschijnlijk de investering aan de zijde van de familie Entjes groter zijn dan die van de gemeente. Maar en de sfeer, en eerlijk gezegd proef ik die sfeer nu ook weer. Op het moment dat je zegt van nou, wij gaan eerst alles doen. En vervolgens, maar nu zitten de winkeliers omhoog, want die hebben parkeerplaatsen nodig. Ja, nee, dat is. Ik heb een afspraak met de gemeente Hoorn. En die ligt er gewoon. Er wordt net gezegd van een gekke afspraak. Die ligt er gewoon. En daar wordt aan gerefereerd door de wethouder. Dus als dat niet kan, dan kan je wel allerlei uitritten gaan maken. En dan komen er ook meer mensen. Maar ja, wil ik toch wel even wat op zeggen. Want nou, we maken al meer afspraken met buurtgemeenten. En ook, we kennen Hoorn, als het gaat om het Zevenhuis, kennen we ook, daar zijn ook afspraken over gemaakt. Dus wat dat betreft vind ik dat een vreemde afspraak, dat het om parkeerplaatsen gaat. Ik snap dat, meneer Gringhuis die vraagt het ook, er is behoefte aan parkeergelegenheid, meer parkeergelegenheid, want het is gewoon een druk bezocht winkelcentrum. Ja, dat is gewoon een feit, dat is heel simpel. Ik denk ook dat dat billijk en redelijk is om daar
in ieder geval met elkaar over te praten, maar er ook aan toe te geven, ook als gemeente. Ja, en dan heb je al een afspraak met de gemeente horen. Maar dan gaan we gewoon weer in overleg met de gemeente horen. Jo, moet je luisteren, we hebben een afspraak gemaakt. Maar goed, we hebben wel tegelijkertijd een probleem. En wij zoeken een oplossingsrichting. U heeft zelf aangegeven een totaaloplossing te willen zien. Nou, dat vraagt een constructieve deelname van alle partijen. En in dit geval, als er een afspraak ligt met de gemeente horen, moet die er ook bij. Ja. Goed. Het is inmiddels 7:56. Nou wil ik niet iedere keer aan de tijd refereren. Iedere fractie heeft zijn woordje kunnen doen. De heer De Boer vanuit de belangen van Klaverweide. Van de familie Ensius en de winkeliers daar. Er zal nog wel wat water door de Rijn gaan, denk ik. Voordat het echt tot een oplossing komt. Maar goed, u heeft in ieder geval wat stemming kunnen peilen op dit moment. Wij hebben de kant van Klaverweide gehoord en het plan zoals u dat gepresenteerd heeft. Dank u wel. Ik kan niet meer dan iedereen heel veel succes en wijsheid toewensen. Dank u.